De pastoor. Er zit een hele lade grom af toe tussen. Ja, de pastoor zei hij net. Meneer de pastoor, wat is uw naam? Mark. Mark? Mark. Mark, hou jij iedereen tegen hier? Yo mensen van Mark en ik, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Hunting Coast Nederland, de Ghost Hunters van Nederland, in het verlaten gebouw waar we vorige week de Urbex van hebben gedaan. Heb je die video nog niet gezien? Kijk die dan ook nog eventjes. En vandaag, ja, ja, spookjagen. Ja, en kijken of we dat op beeld kunnen vastleggen. Juist. En heb je daar nog speciale spullen voor bij? Ja, in-depth-meters, nachtcamera's, EVP for electronic voice anonymous, tempelband. Even kort snel uitgelegd, ja, van alles thermalcamera heb ik bij ons, warmte, koudcamera en wat. Dus laten we hopen dat we een spook te gaan vinden hier. Ja, en wat is het precies voor locatie waar we vandaag zijn? Het is een klooster in de kop van Friesland. En er zijn hier, wat ik hoorde, heel wat kinderen dood gegaan. Dus ja. Dus ja, hou de camerabeelden ook in de gaten. Misschien worden straks wel kinderen gehouden of gegrild. Ja, nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ben heel benieuwd. Ja, nou, helemaal top. Welkom. Ja, laten we gaan kijken. Juist. En dit was het moment dat we echt gingen beginnen. We moesten onze telefoons in vliegtuigmodus zetten, zodat de EVP-meters geen signaal van zouden oppakken. Alle phones on airplane mode, because Jill van Hunting Ghost was de EMP-meter. So yeah, she can see magnetic fields here, so we had to put the telephones out. So she can see the ghost. En nadat ik zelfs even het brandalarm heb gecheckt, besluiten we naar boven te gaan. Boven waren de slaapkamers en dus de meeste kans dat we paranormaal leven kunnen zien. Eenmaal boven aangekomen liepen wij met Elle mee. Elle had een kastje waarmee zij paranormaal geluid kon opnemen. En toen hadden we beet. Net naast de ruimte waar wij waren had Elle het idee dat er iemand stond die zij kon gaan oproepen. Ik zag even een spiritbox doen. We hebben een spiritbox. Die gebruiken we ook, dat is witte ruis zeg maar. Dat je beter stemmen kan horen. Ik kan het meteen wel even doen anders. Is er hier iemand aanwezig nu? Ja, wat is je naam? Wees niet bang, we doen geen kwaad. Ga je een tikje tegen het raam nog geven? Doe maar. Zie je wat ik al voel? Je voelt nu een koude lucht. Wow. Voel je dat niet? Wow, ja. Ja, hele koude lucht. Daar staat hij nog. Voel je het verschil? Ja. Hele koude lucht. Ja. Holy shit. Hier wordt je echt heel warm. Ik voel echt mijn hele hand tintelen. Wil je kijken, vrouw? Mijn hand begint helemaal te tintelen als ik dit doe. En als ik hem weer weghaal, dan doet er niks meer. Ik durf niet te praten. Dat felt energy coming from my hair. So I think his name is Anton, but I'm not sure. Ik voelde hier een energie door de kamer gaan. Ik heb ook een gil opgenomen en een fluister. Ik begon hier de spirit fox en je voelde de koude lucht om me heen. En dat werd breder en breder. Nu is die koude energie gewoon compleet om mij heen. Ik vermoed dat er een ene Anton hier is, van 30, 40 jaar ongeveer. Maar ik hoorde ook een jongetje. Dus ik vermoed dat dat jongetje wordt tegengegaan om te praten. Dus ik probeer nu even met een ander apparaatje om te kijken of hij daar mee kan komen. Ik ga naar binnen kijken. Dus ik even zoeken. Hij heeft jammer gehoord in de gaten. There's two people standing there. There's three people standing there watching us. You can see them on the camera. Worden daar bekeken. Zullen we er zijn lopen? Een stukje. We zijn net een schaduw gezien en we horen nu daarachter geluid. Dus we gaan nu daarachter kijken. Kijken of we daar iets kunnen zien. Ik ga ook gaan naar de achterkant. Maar dat jullie het andere kamertje bezig waren. Wat? Ja, toen zagen wij hier iemand lopen door de gang. Ja. Dus Betty had gelijk de camera erop gericht. Dus ik hoop dat we het gefilmd hebben. Je hoeft niet bang te zijn, je bent heel verlegen. We zijn hier om je te helpen en niet om je kwaad te doen.
Je hoeft hier niet te blijven, dat weet je. Mag ik bij je binnenkomen? Her room. I'm not going to spend the night in this room. Because we have respect for the ghost. Vrouw, naar mijn mening is ze hier in de douche of uitgegleden of er is wat gebeurd. Ze is hier ook overleden. Zoals we nu allemaal kunnen voelen. Het is hier erg koud ook weer. Echt een koolspad weer. Wow. Dit is ook haar kamer. Ze wil niet weg of ze kan niet weg. Ik denk dat ze op hulp wacht. Misschien is ze wel de benen gebroken of ik weet het niet wat het was. Maar ze wil weg, maar ze kan niet. Dus ze wordt nu ook heel erg actief bij me, voel ik. Ik denk dat we haar gewoon op een later tijdstip eventueel kunnen helpen. Dat ze naar het licht kan of weg kan. Of dat ze kan gaan zoeken wat ze zoekt. Maar voor nu lijkt het me best om gewoon even met rust te laten. Want het is echt haar kamer, zo voelt dat. Hoe bizar, deze ruimte, kamer 111, waar wij vanmiddag ook in. Ik zweer het, op het moment dat ik mijn handen hier boven de badkamer dingen hou, ik voel gewoon een hele koude energie erin. Ja, hoe bizar is dat? Het is echt gewoon super gaaf om mee te maken. Super gebouw. Deur open gaan daar. Tik, 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 heel langzaam. Er zit ook iemand heel keer in mijn ding te aan. Oké, net hebben we met de telefoon hebben we ook iets gedaan. En daarmee zag je ook allemaal paranormale dingen. Dus dan moet hier ook nog meer paranormale dingen die de tijd aanwezig zijn. Ja? Ik denk dat. Gaat ook nog even. Kan je ook even? Nee. Ik voel dat je niet verkouden wordt. Ja, ik voel het echt. Als ik hoe meer stap ik hier, iets kan doen. En toen werd het echt heel bizar. In de kamer naast mij lukte het om in contact te komen met de geesten. Ik besloot ook om snel die kant op te gaan. Met z'n allen. Waarom zou je met z'n allen doen? We zijn voorzichtig. Waarom moeten we voorzichtig zijn? Lus, mag je niet praten? Nee. Wie houdt je tegen? De pastoor. Er zit een hele lade grom af en toe. Ja, de pastoor is hij hier. Meneer de pastoor, wat is uw naam? Mark. 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 Mark, hou jij iedereen tegen hier? Ja, ja. Waarom? Nee. Wie is hier nog meer? Want ik voel hier nog iets. Mag ik wat vragen? Ja. Is daar een Frisk? Ja. Wil jij dat wij heen gaan? Ja. Ja. Wil hij net gefilmd worden? Nee. Nee, ja. Ik toch wel even naam weten. Er is hier een geheim op dit pand. Niet aan mijn been zitten, dankjewel. Meneer de pastoor, bent u die donkere stem? Strootskouder hier. Ik heb heel koud aan het werk. Even wachten. Wie zegt dat de hele tijd? De hoofd. De hoofdman. Oh, de hoofdman. Hoofdman. Oh, sorry. Oh, sorry. Die donkere stem zit niet vast. Sorry. What are you sorry about? Jullie? Wat is er met ons? Ik ga naar mijn room. Ik moet hier weg. Ja? Ja. Want? De lampen op te knippen. We gaan afsluiten. Dankjewel voor het erin komen. En je gaat ons niet naar huis volgen. Dankjewel. Holy shit, we hebben nu gewoon mensen gehoord. En die mensen die praten ook gewoon serieus terug via het systeem. Het is echt gewoon. Ik weet het gewoon. Ik sta gewoon helemaal te shaken. Die mensen praten gewoon terug. Antwoord op de vraag. Als we een naam vragen, kregen we gewoon het naam terug. Dit is zo. Dit is heel eng.
Zo, hij zegt, je vraagt een naam. En hij zegt, nou, Mark. Als pastoor. En de pastoor vraagt, wie ben je? Zegt die pastoor. Het kan niet dat dat programma precies weet dat we hier in een klooster zijn. Er wordt nog steeds doorgepraat hier op de achtergrond. Hoe bizar is dit? Dit is zo onwijs eng. Dan ben je hier weg, jongens. Ja. Oké, nou, het is heel bizar. We zijn hier binnen. De geesten hebben alleen meerdere keren aangegeven dat we hier weg moeten. Dus we moeten nu weg naar buiten. Het is zo fucking bizar. We zouden hier gaan slapen. Ik ga hier gewoon echt niet meer slapen en ik wil hier ook echt niet meer doen. En zelfs het urbexen vanaf nu, hè, is voor mij anders. Wat voor jou gegeven? Ja, bizar. Bizar om dit mee te maken. Hoe dat is om geesten op te wekken, hoe je dat hoort via die stemmen. Die stemmen zijn bizar, dat is antwoorden op de vragen. En precies ook gewoon op de vragen, hoe we gaan naar jullie komen. Ik wil hier niet eens blijven. Kom. Weet je wat dit teken is? Jodenkruis. Nee, dat kan dat inderdaad een soort jodenkruis, maar het kan ook iets heel anders zijn. En wat is dat heel anders, als vraag mag? Twee piramides, dat kan twee dingen zijn. Dat kan inderdaad bedoeld zijn als een Davidster, een jodenster. Ja. Maar het kan ook een illuminatie betekenis hebben. Dan had hij nog een oog in gezeten. Dus het kan diverse betekenissen hebben. Ah, okay. Daarom kijk ik altijd heel erg uit als dit betekenis als ik er tegenkom. Ja. Dus met op wat staat er niet in zo'n video. Terwijl de origine ervan, de originele, waar het vroeger vandaan kwam, was het juist positief. Namelijk driehoek vrouwelijk, en de andere mannelijk, en dan bij elkaar. Dus dat is positief. Maar over de eeuwen heen hebben ze het allemaal naar sectes en dat soort dingen hebben ze het omgegooid naar slechte dingen. Inderdaad het jodenkruis, het hakenkruis en dat soort dingen. Ja. Maar de origine ervan, dat was gewoon goed. Okay. Maar dat is een beetje geschiedenis, dat weet ik toevallig. Maar dit soort dingen, daar kijk ik altijd naar uit. Want dan kan je wel eens inderdaad zelfs de donkere stemmen over en dat soort dingen tegenkomen. Ja. Dus daar let ik altijd op. Nou, we zijn weer buiten, we staan weer aan de voorkant. Het was echt een super vette ervaring. Ja. Echt gewoon om mee te maken met die geluiden ook die we hebben gehoord. Echt super tof. Ik heb nog wel één vraag. Huh? Want ik vraag me heel erg af wat het nou precies was wat je aan je been voelde. Het was een gevoel alsof iemand een nagel wordt op mijn been ging zo. Dus ik ga ook straks thuis even checken of ik een kras heb, ja of nee. Okay. En daar zo voelde het. Nou, echt heel bizar. Ook gewoon met die stemmen en dat terugpraten, dat was echt gewoon... ja, ik denk dat geen verlaten locatie meer hetzelfde is. Ik krijg er ook een rilling over mijn rug. Het was echt gewoon, ja, ik wil jullie allemaal echt super bedanken. Nou, wij jou. Ja, helemaal top. Ook, leuk voor samenwerken. Ja, het was echt super tof. En wie weet binnenkort nog een keer ergens een video. Ja. Zou super tof zijn. Ja, helemaal top. Ja. Ik heb wel wat leuke ideeën. Ja. Of een leuke plek in ieder geval waar ik geweest ben. Nou, helemaal tof. Jij bent bij ons ook welkom. Ja, dus vergeet niet te liken, te abonneren en dan check ik jullie bij de volgende video. Volgende week komt er weer een Urbex video online, dus dan check ik jullie later. Later. En ook nog even een shout-out naar Exploring Army. Die is nog in het gebouw, die blijft hier slapen. En wij gaan hem morgen weer ophalen. Maar ja, hij is nog binnen. Slaap lekker!